We zitten hier op het moment in de speeltuin van Nederland. Nou ja, voor mij nu dan in ieder geval. We zitten in Amsterdam, waar we zojuist hebben deel mogen nemen aan het PlayStation VR event. Daar zo, jullie zien dat nou niet. Maar Mick en ik zijn daar losgegaan met de laatste versie van de PlayStation VR. Waar we enkele games hebben mogen checken, waaronder een launch game van Until Dawn. Hebben we eventjes mogen spelen wat behoorlijk leuk was, vond ik. Ik denk dat Mick dat ook wel met mij eens is. Mick knikt ja, dat zie ik toevallig. Maar ja, dat was tof. We hebben ook Mick heeft ook een voetbalspel gespeeld waarbij het toch moeilijker bleek om te koppen in virtual reality dan dat hij dat in het echt doet bij de Groene Ster. Zeg ik dat goed, Mick? Groene Ster, hè, reclame. En we hebben ook nog eventjes onder water gezeten. Daar mochten we mee beginnen om een beetje de feel te krijgen van wat zo'n PlayStation VR wat dat doet. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was van het beeld wat de PlayStation VR levert, was ik over het algemeen aardig onder de indruk. Best goed beeld. Terwijl dat achter ons van alles gebeurt, willen wij gewoon lekker door. Maakt niet uit. Het is Amsterdam, hè? Het blijft een grote stad. En ja, ik heb eigenlijk alleen maar dat Until Dawn gespeeld, want ja, dat was hetgene waar ik eigenlijk een beetje voor kwam, voor de actie. Het werkt lekker, vooral met de Move Controllers werkt dat heel erg goed. Tenzij dat er iemand voor je camera gaat staan. Mijn aim is weg, jongens. Ik noem geen naam, maar ik kijk hem nu aan. Dankjewel. Voor de rest werkt het allemaal lekker feilloos. Inderdaad, weinig latency, merkten wij. Reageert goed op bewegingen. En ja, het enige wat ik ervan wil zeggen is dat dit inderdaad, zoals Sony het zelf al zegt, zij zijn klaar voor VR. En ik denk dat ik wel kan beamen dat ze dat inderdaad zijn. 13 oktober komt hij pas uit, helaas, voor mij en voor jullie. Ik zou hem het liefst nu al hebben, maar Sony trapt er niet in. Dus ik zal ook gewoon net zoals jullie moeten wachten tot 13 oktober. Het is er wel echt eentje om in de gaten te houden. Als je echt de VR-experience wil halen en je hebt al een PlayStation 4 in huis, dan denk ik dat de PlayStation VR voor jou de juiste keuze is om te kopen. En laat al die andere brillen gewoon maar lekker zitten.